Weet je wat het zieligste van alles is? Ze hebben hem niet meegekregen. Yes, een hele goede middag en welkom alweer bij een nieuwe vlog. Zoals jullie zien ben ik ondertussen weer thuis. Mijn stem is een klein beetje weg, maar verder gaat het wel goed. Alleen een klein beetje moe wel, maar dat zijn we wel eens vaker. En Stef is even Michaela van school ophalen. En ik ben thuis met de baby en ik hoorde volgens mij net een geluid uit de kamer komen. Dus ik ga even kijken of hij al wakker is. Hallo, bent u wakker? Heb je jezelf helemaal gedraaid? Goedemiddag. Ja. Heb jij lekker slaap niet gedaan? Nou, goed gesprek weer dit. Hey. Van mijn camera afblijven. Wat wil je doen? Hey. Van mijn lens afblijven. Hey. Daar gaat uw kinder bij slag, hè? En dan moet je een nieuwe lens betalen, hè? Kom, Bobby, we gaan ga uit bed halen. Nou, Tino, man. Ga je weer lastig vallen? Ik ben er weer, maar je bent in de vlog lekker, maar je bent bezig. Ja, man. Kati en zo. Hassan Katz is ook in de building. Jawel. Lekker, man. En ja, man, met jou, bro? Ja, man. Bro, ik ga weer even naar achteren, man. Ik ga een vlog editen. Doe je ding, man. Lekker, man. Nee, man, Dino. Speciaal voor jou, man. Jij mag... Nee, man. Je zag al, ik was klaar met die Fernandes, ik wou niet meer. Je denkt, laat me die Tropico halen. Ja, je vroeg er al een tijdje net, toch? Ik dacht, laat me iets gezonders halen. Bro, maar zo gezond is het ook weer niet. Kijk, je zet iets uit. Kijk hoeveel fruit. Ja. Non-carbonated. Ik weet niet wat dat betekent, maar het zal wel iets goeds betekenen. Bro, jij probeert mijn portemonnee leeg te trekken, man. Gadverdamme, zeg. Die is voor mij, man. Lekker, man. Nou jongens, hier loop ik dan met iets minder leuk nieuws. Ze hebben hem proberen te stelen, man. De scootersleutel is nog niet hier, man. Maar ja, ja man, kabel zit los. Schroeven zijn eruit. Ja, maar die schroeven liggen daar gewoon. Ja. Ja, wat moet ik hiervan zeggen, pik? Ja, dat is weet het, man. Ay, no, man. Zielige boys, man. Ja, dit is echt zielig, man. Weet je wat het zieligste van alles is? Ze hebben hem niet meegekregen. Weet je, doe het dan goed. Nu hebben we er beide niks aan, jongens. Nu hebben we er beide niks aan, zeg maar. Je weet toch, als je mee had gehad, had je nu wat eraan gehad. En nu heb ik er ook niks aan, want nu is die kapot. Nu moet ik hem laten fixen, moet ik verzekering bellen. Nu hebben we er beide niks aan, man. En het is ook nog een. Het is een echte Vespa, pik. Het is gewoon een neppe. Het is een neppe Vespa. I know, man. Ja, als je dit zo ziet, dan denk je wel dat hij gewoon. Weet je wel? Denk je wel gewoon dat hij gevallen is of zo? Ja, man. Bro, als er een kabel los is, stuurslot is loop zo. Ja, weet je wat ik zo jammer vind, bro? Ik werk dag en nacht. Gewoon, hè, om gewoon goed te kunnen leven, waardoor ik dit soort dingen kan halen. Omdat ik vind het een leuke scooter. Ik heb het in principe niet eens echt nodig voor werk of zo. Ik ben altijd met mijn auto. Maar ik werk gewoon 24-7 om gewoon ja, mijn dingen te kunnen betalen. Om voor de fam te zorgen. En dan denk ik bij mezelf, als jij gewoon, degene die dit proberen te stenen, maar waarbij het niet gelukt is. Maar even serieus, als je gewoon evenveel effort in, en dat hoeft niet per se net als YouTube te zijn, maar gewoon in werk zou zetten. Of in ieder geval in je passie of noem maar wat op. Maar had je dit ook gewoon kunnen halen? Hoef je niet te stelen, man? Nu ben je heel de dag gewoon probeer je dingen te snabbelen, links en rechts. Lukt het niet eens? Ja, man. Ik zonde, man. Bro. Als je gewoon evenveel tijd als mij in iets steekt en het hoeft echt niet hetzelfde te zijn, dan kan je dit soort dingen ook imiteren, man. Simpel. Zo simpel is het. Maar ja, wat moet ik hiervan zeggen, man? Kijk, ik lach hier en daar wel een beetje om, omdat, bro. Heer toch? Wat ik altijd zeg, toch? Waar we vandaan komen. Ik heb wel erge dingen op dit meegemaakt. Een scootertje, je weet wel. Een deurwaarder die komt zeggen dat ze heel je huis komen leeghalen. Dat is een stukje heftiger. Maar alsnog, je weet toch. Ik lach het wel een beetje weg. Maar ik vind het wel gewoon kut. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja. Ja, zielig man. Het is zielig man. Wat ben je aan het doen? Tekenen. Tekenen.
Papa wil een mooie tekening, kan je die maken voor... Wat dan? Wat dan? Ik weet niet, teken maar papa even. Kijk, kan papa toch heel mooi tekenen? Ja, dat heb je al een keer gedaan, ik wil een nieuwe tekening. Oh, jij hebt papa getekend? Nou, we zijn er klaar voor. Laat eens zien, waarom lach je alweer? Je hebt me weer belachelijk gemaakt, hè? Ben ik dat? Heb je weer tietjes getekend bij papa? En een navel. En een grote navel. Nou, ik vind hem mooi, hoor, moppie. Maar waarom heeft papa tietjes dan? Ja. Ja, dat vind je echt leuk, hè? Nou, hier zitten we dan in de auto. En ja, je zou denken dat het nog dezelfde dag is, maar dat is het niet. We zijn door naar de volgende dag. Ik heb even doorgetrokken. Ik ben gisteravond, nadat ik met mijn scooter ging kijken, ben ik eigenlijk alleen maar met mijn pandje geweest, video's opgenomen en geëdit en noem maar wat op. Dus ik denk, ik trek hem gewoon eventjes door. En ik ben in de auto met het gezinnetje. Stephanie achter de camera, kids achterin. En ik ga even richting Coolblue, want ik ga een nieuwe GoPro camera halen. En, of een nieuwe, mijn eerste. En om hier in de auto op te hangen. Dus leuk om te hebben, ook goede kwaliteit, geluid is goed. Ik heb de laatste week een beetje reviews gekeken, dat is ook altijd wat ik doe. En ja, wat gaan we nu doen, jongens? En daarna gaan we naar huis toe, dan gaan de kinderen op bed. En dan weet Steffi niet wat er gaat gebeuren. Gaan we in. Ja, dat vind ik leuk. Nee jongens, we gaan eventjes even naar Coolblue en dan gaan we naar, wat gaan we doen? Naar winkels, hè? Ja, boodschappen. Even boodschappies doen en ja, de family thing. Dus jongens, ik ben lekker aan het planken. Niet te hard natuurlijk, vooral niet als de kinderen achterin zitten. En ja, dan zie ik jullie zo weer. Nou, mama blijft even in de auto, maar jij gaat met papa mee, hè? Kom. Mooi het. Hey, mooie winkel, hè. Kom, dat is jullie deur. Nou jongens, wij staan lekker, Mimi. Wij zijn bij de balie. Eventjes een patatje bestellen. Ik moet helemaal zo. Maar wij staan dus bij de balie. En wij zijn even die GoPro aan het bestellen. Filipa is nu onderweg. En eventjes wachten. En Michaela is helemaal om haar heen aan het kijken. Die vindt het allemaal wel mooi. Vind je het leuk, Mimi? Mooi? Ik moet ook eigenlijk een keertje nieuwe tv kijken, hè? Of niet? Ik zie werk. Ja, mooi, hè? Op het scherm. Hey Mim, kom even hallo zeggen tegen de vlog. Hallo. Ja, papa wilde kussen. Mag ik kussen? Mag ik niet negeren? Papa kussen. Mimi. Michaela wou naar de Mackie gaan. Ja. Maar ik zie daar wel een zaakje waar ik even ga eten, denk ik. Even meenemen, dan eet ik het gewoon bij de Mac. Oké. Okay. Gewoon even een rotje even kijken. Moet je ook iets daar? Nee. Ik ga ook bij de Mac. Nou, hier zit ik dan achter de computer. En ik ben bezig met editen, ik ben bezig met video's opnemen. Van alles en nog wat. Een paar andere zakelijke dingen regelen. Je weet hoe dat gaat. Standaard routine. En ja, de GoPro heb ik gehaald. Ik heb hem hier zo. Ik moet hem nog wel een beetje helemaal uitvogelen. In ieder geval, ik snap hem wel. Maar nu, de kwaliteit vond ik niet zo. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het donker is. En hij is meer gemaakt voor in het licht. En het is altijd handig om een GoPro te hebben. Dus ja jongens. Ik ga de video hier afsluiten. Ik moet wel zeggen dat ik volgens mij de afgelopen 2 dagen weinig heb gevlogd. Maar ik moet weer een beetje erin komen. Net zoals net. Ik heb met Mackie gegaan. Al dat soort dingen. Maar ik heb het niet gevlogd. Ik moet weer eventjes een beetje inkomen, maar zoals je ziet, 2 dagen achter elkaar een vlog, dus het gaat wel weer de goede kant op en ik wou het toch wel weer een beetje oppakken. In ieder geval, ja, ik moet gewoon veel meer momenten mijn camera weer gaan pakken, anders mis je toch weer leuke beelden. Maar ja jongens, in ieder geval, ik ben lekker mijn rug aan het krabbelen en ik ga hierbij de video afsluiten. Dus bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, te subscriben en dan zie ik jullie de volgende keer. Ik hou voor jullie later. Kraag.